Hey jongens, je bent de Dennis, a.k.a. Danske, en vandaag heb ik voor jullie weer wat Live Black Ops 2. En vandaag ga ik een soort van voorbereiding voor de PlayStation 4 doen. En ik zal eerst even een klas kiezen, pakken, en gewoon wat kan. In ieder geval, wat ik ermee bedoel is, waarschijnlijk weten jullie het wel, maar bij de PlayStation 4 moet je voortaan schieten met de L2 en de R2 triggers in plaats van de L1 en de R1. Dat zijn die achterste twee, dus dat maakt het allemaal net iets anders. Dat heb ik nou veranderd, ik zal even laten zien. Dat jullie weten wat ik bedoel. Button. Hier, hij staat nou op flip, zie je dat? Dit switch. En dit is bij de PlayStation 4 ook het geval. Je zult eigenlijk met L2 zul jij moeten aimen en R2 moeten schieten. En ik heb geen granaten. Dus met L1 en R1 moet je granaten gooien en alles. En dan moeten sowieso mensen zitten, maar ik zie het niet. Maar ik heb het dus veranderd. Het is eigenlijk een soort van voorbereiding voor de PlayStation 4. Dus het is een flipped button layout. En daar heb ik nou nog geen kill. Fijn. Een leuke assist van gekregen. Oh, die krijg ik nou pas. In blue misschien iemand. Ik ben benieuwd. Ik weet ook helemaal niet wat voor streaks ik heb. Ik heb eigenlijk niet gekeken. Ik heb alleen even die dingen geflipt. Ik zat de hele tijd Modern Warfare 3 te spelen. En ik dacht van, hey, weet je wat? Misschien een leuke soort van challenge. Dus ik heb Black Ops 2 opgestart. En dat was deze match. Dus nog even kijken of we iets van me kunnen maken. Want ik zie geen enemies. Enemies hebben al wel shit. Ah ja, dan ga ik dood in mijn rug. Dat is wat eraan te komen. Daar kan ik niks aan doen. Net als ik omdraai of zo, komt natuurlijk iemand aan. Dat zul je altijd zien. Maar ik had ook nog helemaal niemand gezien, man. Ineens staan ze er. Oeh, hoeveel hits moet ik op jou hebben, man? What the fuck? Misschien moet ik toch maar even submachine gaan pakken. Ik heb sowieso altijd echt mijn twijfels over die AN. Soms vind ik hem super. En soms heb ik het idee dat hij weak is. En dat hij gewoon helemaal niks doet. Maar ik zweer het je, hè. Misschien... Ja, jullie valt het niet op. Want ik speel gewoon en het ziet er allemaal heel normaal uit. Maar probeer het gewoon eens die dingen te veranderen. Dat is best irritant. Want je bent de hele tijd gewend, oh, ik wil alleen doen, maar dat is niks. Hier van, oh, ah, die teammate ging voor mijn neus op de grond liggen. Ja, dat kon ik niet. Ik kan die kerel niet eens muten. Moet je kijken, de teammate lag er op de grond. Ah, dan zie je niet eens, dat de dubbel kill. Dus ik kon niet doorlopen. Maar iedere keer dan wil ik aimen, maar dan doe ik alleen. En dan gebeurt er niks. En R1 ook niet. En dan, nee. Zo, we schieten gewoon dwars erin, joh. Waar jij cover, niks nodig. Ja, we schieten gewoon dwars erin. Teammate, fix jij dat? Oké. Ik zag hem over de dingen klimmen. Gotcha. Ja, en dan ben ik dood. Wat is dit? We pakken even iets anders. Ik moet een ander wapen. Zo. Hij loopt altijd vast. Iedere keer als ik mijn killcam zal skippen, dan freeze die. Dat is heel irritant. En heeft te maken met connectie. Nou ja, als dat het enigste is, dan ben ik al snel tevreden eigenlijk. Maar het is alsnog vrij irritant. Nee, jij niet met je sniper. Ja, ik merk al, dit is beter, maar ik zeg het je, probeer het een keertje, die flips. Want het is wel iets wat je dadelijk toch altijd zult hebben in op de PlayStation 4. Dus je zult toch met L2 en R2 moeten schieten, alleen daar werkt het gewoon veel beter, want dan zijn het echte triggers. En hier werkt het allemaal half. Ja, daar kan ik niks tegen doen. Wow, nee, oh, die heb ik. Hoe heb ik dit overleefd? Nee, je gaat me niet hebben, oké. Oh, dubbel headshot. Als een baas. Ik zag er iemand. Ik weet het. Ik ren gewoon even weg. Soms is het best om aids weg te lopen. En die kerel daar gewoon zijn gang laten gaan. Oh shit. Alsjeblieft, geef mij multi. Woo! Yes! Hell yeah! Oké, ik heb trouwens vrij lage streaks. Hebben jullie misschien wel gezien. En ja, ik denk van... Met dat flip, dat speelt irritant, maar ik ben er gelijk aan gewend. Het is echt heel raar, maar ik heb nou al zin in de PlayStation 4. Ik denk van, het is nog steeds wel raar, maar ja, het is niet van, het hoort niet. Het klopt gewoon als je ermee gaat spelen. Dus dat is leuk. Mijn chopper is uit de lucht. Nou, die Blackbird, of heet het ding, Orbital V-Sat, of heet die, ik weet niet eens meer hoe die hier heet. Want daar hebben ze iedere keer veranderd, maar het is constant hetzelfde. En... Nee, op het net niet op tijd. Ik ben altijd te laat met die shit. Oké. Ah, nee, ik wil een Lime Machine Gun. Of een Lime Machine Gun, een M8. Nou ja, voor mij wil je niet klagen. Oh, jongen, gekke. Ik heb pas 10 kills. Maar ik heb echt het idee dat ik al dik uit streaken ben. Maar dan komt je met lage streak speelt. En dat is toch grappig. Dan ben jij gelijk al sneller tevreden. Omdat je denkt dat je goed speelt. Maar dat is gewoon niet. Nou ja, 23. Dat is zeker niet verkeerd. Ik heb nog steeds mijn Orbital Visa, want dat was hem. Hij heet volgens mij gewoon echt Orbital. Blackbird is uit Black Ops 1. Best wel erg dat ik die dingen even door elkaar halen. Wat gaan we dit doen?
Ik hoop dat ik veel kills kan maken. Ik ben er bang voor. Nee, die kerel doet net dat ding. Oh, nou ja, ik zeg niks. Netjes. Nee, oh, ik wou nou serieus, ik zweer het, schieten met... Ah, nee, ik had bijna mijn stijl choppen. Ik wou schieten met R1, uit schrikreactie. Daar moet ik echt naar gaan wennen. Schrikreacties, daar gaat het fout in. No, we hebben maar 3 enemies. Hopelijk de volgende ronde meer. 25-4. Ja, dat is een leuke match op zich. Laagste streak is wel leuk. En zeker die layout, dat is echt grappig. Ja, dit was lelijk, dat hij me nog even moet killen in mijn rug. Dat kereltje zelfs nog geliefd ook, dus gewoon rage quit, maar hij moest eerst nog even mij in mijn rug schieten. Als je dat niet had gedaan, had ik daar gewoon weer een steltje op gehaald. En dan was het misschien nog leuk gegaan ook, maar nee, helaas. Toch moet ik zeggen, ik heb mijn Modern Warfare 3 gedaan, het was niet leuk. Ik vond het gewoon niet leuk spelen, ik werd gewoon heel het genaaid. En dat heeft dan niet gelijk natuurlijk te maken met de game, dat de game leuk is. Maar dan ga je dit doen en dan vind je dit gelijk wel weer leuk, weet je. Dat is heel stom, maar als het slecht gaat is het gelijk een kut game natuurlijk. Ik wacht even dat al die mensen gejoined zijn. Trouwens, ik wacht even dat ik een beetje streaks heb. Of ja, ik zag die enemies aan de vet wel. Wat ik bedoel is niet echt streaks, maar dat ik op weg ben naar een streak. Dan is het handiger om die orbital in te kallen. En ja, dit is ook een beetje nutteloos. Dan gaan we naar triple cappen. Nou ja. Dat is ook altijd iets. Als je niet wilt triple cappen, dan is dat goed, weet je wel. Je moet gewoon die vlag niet pakken. Maar als je team is er toch gaan cappen, dan kun je er best maar gewoon bij gaan staan. Want anders, ja, dan krijg je helemaal geen punten. Dan kun je er best maar gewoon bij gaan staan. Fuck is hij? Oh shit, ik wou weer schieten met R1. We doen even dit ding. Want ik heb toch bijna mijn Hellstorm. Dus we gaan gewoon proberen dat ding te halen. Hellstorm, ik zei Hellstorm met Lightning. Ja jongen, Hellstorm en Lightning, dat is iets waar ik nog steeds altijd fout doe. Die haal ik altijd naar elkaar. En even kijken, want ze zitten nou aan twee kanten, maar ze komen niet tevoorschijn. En waarschijnlijk nou met heel veel man tegelijk. Ook niet. Gelukkig. Wat doe je nou? Wat doe je nou? Jezus! Die mensen blijven maar wegrennen. Alsjeblieft, zeg niet dat je allemaal dood zijn. Alsjeblieft niet. Anders ben ik heel... door dat pok eind voor niks gelopen. Oké, okay, nou, het is dus niet helemaal voor niks. En snel, kom aan, kom aan. Geef die lightning. Ah, 1 kill. 2. Ah, oké, okay, dan kan er weer door. Niks aan de hand. Niks te klagen. Wat heb ik bijna? Mijn stealth chopper of weer een lightning? Ik weet niet of ik dood ben geweest. Dat weet ik serieus niet. Ja, ik moet toch even lage streaks is wel leuk spelen hoor. Dan ben je niet zo snel ja, gefrustreerd dat je je streaks niet haalt. Alleen dan net die paar iets hogere. Ja, die, als je daarop genaaid is, is het nog kut. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Op zich wel goed trouwens dat we een beetje gelijk opgaan qua punten. Zo duurt de match iets langer. Dat is de match heel snel aflopen. Snel, zo, als jullie zegt dat ik die steltje op kan fixen. Juist, zo doen we dat. En niet anders. Ik denk dat ze daar ook toch spannen, dat wij daar ook C gaan cappen. Is die andere kerel is hier binnen. Oh, come on, come on, come on. Oh, hij is dood, nice. Ze blijven daar spannen, ik moet eigenlijk C fixen. Zodat ze de hele tijd onder mijn steltjoppen spannen. Nou spannen ze ineens allemaal bij C. Oh, fuck. Oh, fuck. Weg hier. Z4. Niemand te zien. Ja, je moet echt goed nadenken. Oh, kutgranaat. Nee, shit. Je moet goed nadenken voor wat je doet, zeg maar. Ah, iemand in de lood staan, eerlijk. Ja, ik haal al die orbitals en die teammates die gaan daar dan een... leuke streaks van halen. Die ze normaal nooit halen. Waarschijnlijk zijn tweede in heel de Call of Duty carrière. Maar ja, fuck it. Oh shit, oh shit. Oh, hij is dood. Ah nee, geen launch, daar heb ik niks aan. Nee, doe hem weg, goed zo. Wat ik dus zou zeggen is, echt, je moet nadenken voordat je wil schieten. Je kunt niet zomaar even gaan schieten. Je moet denken, oh ja, wacht, die knop moet ik induwen. En anders is het, je speelt al best lang Call of Duty, of in ieder geval ik wel. En dan is het gewoon een beetje, god, dat was heel scheef. Dan is het een beetje automatisme van snel L1, R1, weet je wel, als je iemand ziet. Maar nou is het even van, oh ja, L1, dat werkt niet, je moet L2 hebben. Dus het kost net iets meer tijd om even te schieten. Maar ik denk na een paar matches is dat wel goed. Want dit is echt mijn eerste match dat ik hier nou ook mee speel. Of ja, in ieder geval van dat ik dit record. Ik heb er wel eens ooit eerder aan gedacht, maar toen dacht ik er helemaal niet aan van, oh, dit is misschien leuk om te recorden. Dus
Maar nou dacht ik, misschien richting de PlayStation 4 is het hetzelfde. Dus misschien wel leuk als soort van challenge. Want ik weet, de vorige keer ging het op zich ook redelijk goed. Oh, dat is... oh, er zit er hier nog wel een. Wow, mijn aim was ook niet helemaal 100. Maar mijn aim is nog steeds niet fantastisch. Daar kan ik dan ook niks aan doen. Jammer, ik wou nog voor de 50 kills gaan. In ieder geval 47 of 5. Ik hoop dat je het leuk vonden. Ik zou zeggen, probeer zelf deze challenge. Als je de PlayStation 4 gaat kopen, in ieder geval sowieso. Want het is gewoon een kleine voorbereiding voor de PlayStation 4. En ik ga niet constant met deze layout spelen. En het komt dat de L2 en de R2 knop op de PlayStation 3... een beetje vertraging hebben. Ze reageren niet gelijk, waardoor je niet zo snel kan schieten en niet zo snel kan aimen. En daardoor kun je beter op de PlayStation 3 gewoon L1 en R1 gebruiken. Maar het is wel leuk voor een keertje als voorbereiding voor de PlayStation 4. Omdat dat toch dezelfde... Of ja, de knoppen zitten op dezelfde positie. Alleen die werken daar gewoon vele malen beter op de PlayStation 4. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vonden. Ja, als je het leuk vond, laat een like achter. Ik hoop dat deze video 500 likes kan halen. Ik ga ervan uit dat jullie het lukt. Als jullie het niet lukt, dan hebben jullie mij gewoon enorm teleurgesteld. Nee, dat is klets. Nee, maar ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. En als je het leuk vond, like het gewoon. En dat is iets wat je gewoon moet doen. Als je het leuk vond, liken. En anders niet. Simpel zat. En tot de volgende keer. Houdoe.